De monorail van Wuppertal. Een van de weinige steden ter wereld met een monorail als belangrijkste vorm van openbaar vervoer is Wuppertal, in het zuiden van het Ruhrgebied. Tussen de wijken Oberbarmen en Vohwinkel wordt een zeer frequente dienst gereden. Aan de beide eindpunten is een grote loods met opstelmogelijkheid, of liever ophangmogelijkheid, voor het materieel. Hier in Oberbarmen is de kleinste. De eindlussen van de baan zijn aangelegd in de loodsen. Het is de bestuurders helaas verboden om passagiers mee te nemen tijdens het keren. Na rondgereden te zijn, kan begonnen worden aan de rit naar Wuppertal-Vohwinkel, dat ruim 13 kilometer verderop ligt. Door de week kan er iedere 5 minuten ingestapt worden. Problemen met de dienstregeling zijn zeldzaam, want op ander verkeer hoeft niet gelet te worden. De eerste halte is Wuppertal. Bij de aanleg van de monorail in 1901 is de loop van de rivier de Wupper trouw gevolgd. De haltes volgen elkaar in hoog tempo op. Er zijn er 19 die gemiddeld maar 730 meter van elkaar liggen. Het geschommel van de beelden wordt veroorzaakt door het station. De haltes zweven voor het merendeel, waarbij ze aan de baan vastzitten. Door het schudden van de voertuigen, dat zich voortplant langs de hele baan, bewegen de stations mee. Van buiten lijkt alles zo mooi te zweven als een magneetbaan, maar voor de inzittenden is het echt heel duidelijk dat het een railvoertuig is. Een gevoel van zweven krijgt men niet. Alleen in bochten, als de wagenbak naar buiten kantelt, is er iets vreemds merkbaar.
In het begin van de jaren 80 is er veel moeite gedaan om alle stationsgebouwtjes weer mooi te maken. De lelijke grijsblauwe kleur die de haltes hadden, is verdrongen door een nette beschildering, zoals hier, het station Landgericht. Voor de bewaking van het in- en uitstappen heeft iedere bestuurder de beschikking over een tv'tje. Daar is een volautomatisch systeem voor. Als het station bijna bereikt is, wordt er een beeld zichtbaar. De camera's daarvoor staan opgesteld op de stations. Daardoor is het een vreemd gezicht als je vanuit de monorail jezelf ziet wegrijden alsof je nog op een station stond. Vlak na vertrek wordt het beeld weer zwart. Dat gaat op alle stations zo. De drukste halte is Duppersberg. Hier kunnen de passagiers helemaal overdekt overstappen op de treinen van de Deutsche Bundesbahn in het station Wuppertal-Elberfeld. Het volgende station, Oliesmühle, is de enige halte met een modern uiterlijk van de hele lijn. Deze halte werd pas in 1982 gebouwd, niet als vervanging van een andere halte, maar als aanvulling. Vlak na het station Stadion Am Zoo is er een bijzonder punt in de lijn. Er is een draaischijf gebouwd zodat men niet helemaal gebonden is aan het gebruik van de eindlussen. Er wordt niet erg vaak gebruik van gemaakt, maar als er werkzaamheden aan de lijn worden uitgevoerd is het nog wel eens noodzakelijk. Voorzichtig wordt het rijtuig in het midden opgehangen, dan wordt er in verbazend hoog tempo gedraaid. De hele operatie duurt nog geen halve minuut. Ook binnen de gewone dienstregeling kan dus rustig van de draaischijf gebruik worden gemaakt zonder dat er een hele rij wachtenden ontstaat.
Normaal gaat men door naar Voorwinkel. De rivier wordt nu voorgoed verlaten. Na de oversteek van de autoweg blijft de lijn boven een straat lopen. Ooit reed er op dit punt ook nog een tram, maar dat is lang geleden. Sinds 1987 heeft Woerpertaal zelfs helemaal geen trams meer. In Voorwinkel wordt het onderhoud van het materieel verzorgd. Dit oude motorrijtuig hangt meestal half verscholen in de remise, maar het is te huur voor gezelschappen en af en toe komt het dan ook op de baan.